Nu ga jij echt super snel en ik zit echt zo. Hey guys! Hoi! Ik ben hier vandaag met Diana. Als je Diana nog niet kent, Diana maakt ook video's op YouTube. Waarover maak je video's? Ik maak video's over fashion en lifestyle en eigenlijk heel veel dingen. Het is altijd zo moeilijk uit te leggen waarover je video's maakt. Ja, alles wat ik leuk vind. Alles. En we gaan vandaag een video samen opnemen. We gaan namelijk doen wat of wie ben ik. Dus misschien ken je het wel. Het is echt zo'n spelletje wat je ook wel speelt op verjaardagen of zo. Ja. We hebben van die etiketjes die plakken. Die gaan we straks op ons voorhoofd plakken. En dan mag de ander mag er dus iets opschrijven waarvan wij dan moeten raden van wat of wie we zijn. Met alleen maar ja of nee vragen. Ja, precies. Dus jullie zien de hele tijd wat wij zijn, maar wij weten het zelf niet. Het spreekt eigenlijk voor zich. En ik ben benieuwd hoe slim we zijn en of we kunnen raden wat we zijn of wie. Nu hopen we alleen dat als we dit eraf halen, dat we dan niet onze donshaartjes gehorst worden. Dat we dan weer donker teruggroeien. Ja. Dat zou echt verschrikkelijk zijn in een rechthoekje zo op je voorhoofd. Oh ja, ik heb wel een idee al. Zal ik het alvast doen? Voor mij? Ja. Okay. Ik hoop dat ik het niet te moeilijk maak, maar daar komen we. Nee, misschien is het te moeilijk. Misschien moet ik iets in de plaats ervan. Oké. Okay. Ik ben hier altijd of heel erg goed in of heel erg slecht. Dus ik zeg het maar alvast. Ga ervoor. Ik ga echt zo heel voorzichtig op je voorhoofd plakken. Oké. Okay. Ik heb wel een idee, maar het is best wel specifiek. Ik denk dat je er wel achter kan komen. Zo mooi dit. Steen, papier, schaar. Wie als eerste mag raden? Ja, is goed. Oké. Okay. Steen, papier, schaar. Oké. Okay. Ben ik een voorwerp? Nee. Ben ik een vrouw? Dat kan. Soms. Oh. Ja, moeilijk. Ben ik een persoon? Ja, ik ben een object. Nee. Huh? Ben ik een vrouw? Nee. Ben ik transgender? Nee. Misschien moet ik het anders zeggen. Je kan vrouwelijk zijn. Ben ik iemand die je op tv ziet? Ja. Ben ik bekend? Je bent niet beroemd, maar je bent wel iets wat iedereen kent. Met elke vraag die ik stel, wordt het alleen maar onduidelijker. Ben ik ook van beroep presentator geweest? Nee, dat is niet wat je. Dat is niet echt je main ding. Oké. Okay. Ik snap het niet, want ik ben niet per se een mens, maar ook weer niet een ding. Er zit wel iets tussen mensen en dingen in, toch? Oh, ik ben een dier. Ja. Yeah. Oh, op die fiets. Ben ik zanger? Ja. Ben ik heel schattig? Zeg maar, vindt iedereen mij heel schattig? Nee. Misschien een enkeling, maar over het algemeen nee. Oké. Okay. Leef ik nog wel? Ja. Ik ben wel levend. Ja. Oké. Okay. Ben ik een groot dier? Ja. Wat moeilijk. Even kijken wat voor vraag ik moet stellen. Ben ik oud al? Nee, niet echt. Niet echt oud? Nee, eigenlijk helemaal niet echt oud. Maar ik kwam vroeger wel regelmatig op tv. Nou, vroeger moet je wel even in context zien. Zeg maar vroeger. Toen wij klein waren? Ja, okay. Dat inderdaad. Ben ik uitgestorven? Nee. Ben ik Nederlands? Ja. Moet even goed over een vraag nadenken. Ben ik een reptiel? Nee, ik ben geen reptiel. Ik heb echt gewoon. Ik heb al zoveel vragen met ja gekregen. En ik heb echt geen idee wie ik ben. Zat ik vroeger in een kinderprogramma? Nee. Kom ik overal op de wereld voor? Over het algemeen. Ik ben niet heel bijzonder, zeg maar, qua soort. Nee. Nee, dus ik ben niet bijzonder. Dus, nee, ik ben niet bijzonder. Je komt wel overal op de wereld voor. Ik ben niet bijzonder, Diana. Moeilijk dit, man. Ik heb echt nul clue gewoon. Als ik nu nog wel eens op tv kom, is dat dan bijvoorbeeld in een nieuwsprogramma? Nieuws? Ja. Nee. Oké, okay, dus ik ben niet bijzonder, maar wel groot. Maar ook niet schattig. Maar wel groot. Dat je niet bijzonder bent, betekent ook niet gelijk dat als wij jou zullen zien, dat we niet zullen denken van... Ik kom wel in Nederland voor. Dat is... Kom ik voor in de dierentuin? Ja, we hebben echt gewoon gelijk ook allebei best wel moeilijk gekozen. Wat als we elkaar één hint geven? Als je mensen vraagt waar ze bang voor zijn, dan zullen ze jou wel eens noemen. Je hebt meegedaan aan talentenjacht. Ha, oké. Okay. Ben ik een spin? Nee. Zenuwslopend dit. Ja, echt heel moeilijk. Val ik op mannen? Volgens mij wel. Weet je het niet zeker? Ja, ik weet het vrij zeker. Oké, okay, ik val op mannen. Oh, wacht. Ik was groot, dus waarom zei ik net of ik een spin was? Maar af en toe vergeet je ook wat je al hebt gevraagd. Maar de meeste mensen zijn bang voor hele kleine dingetjes. Dat is echt zo suf. Ben ik een grizzly bear? Nee. Ik krijg heel ver vanaf. Jij zit er wel vrij ver vanaf. Ik denk dat ik het weet. Oh, echt? Ja. Ik denk dat ik Jamai ben. Ja!
Ik weet niet of ik zonder je hint zo ver was gekomen. Echt geen idee. Ik denk, ik had ook helemaal niet aan talentprogramma's gedacht. Want ik dacht van, wat keek ik als kind? En toen dacht ik alleen maar aan kinderprogramma's en aan Paul de Leeuw. Oh ja. Weet je wel, maar Paul de Leeuw is al een beetje al Idols is oud. Niet echt een kinderprogramma. Nee, precies. Ik ben Jemai. Ja. Yeah. Allemaal foundation. Nou, excuse me now. Ben ik een nijlpaard? Heb je dat als mensen horen zeggen? Mijn grootste angst zijn nijlpaarden. Het zal vast wel voorkomen. Het zijn heel gevaarlijk hoor. Ze zijn heel grote kaken, oké? Okay? Maar je hebt wel iets gemeen met nijlpaarden. Ben ik een krokodil? Nee, maar je gaat wel de goede richting op. Jemig! Een slang? Oh, die leef ik helemaal niet aan. Je mist echt een hele belangrijke. Een piranha? Nee, die zijn heel klein. Oh my goodness, Pip. Geef me even een clue, man. Kom ik voor een artist? Ik denk dat ze je wel hebben, maar in een kleinere vorm. Leef ik in de zee? Ik ben, ja. Oh, ik ben een haai. Ja, je bent een haai. Oh my god. Maar je had het wel geraden. Uiteindelijk. Maar ik had eerst dat ik vogelbekdier. Dus ik denk dat ik het wel ietsje... Dan heb ik hier echt letterlijk op morgen gezeten. Ja. Wil je er nog eentje doen? Ja, is goed. Oké, nieuwe ronde, nieuwe kansen. Ben ik een mens? Nee. Oh, here we go again. Ben ik een mens? Nee. Hoe grappig zou het zijn als we hetzelfde hadden opgeschreven? Dat zou echt wel heel raar zijn, maar... Maar de kans is erg klein, ja. Ben ik een object? Ja. Oké. Ben ik een dier? Nee. Ben ik een gebruiksvoorwerp? Nee. Kom ik voor in dit huis? Nee. Ben ik een bekend object? Je bent niet iets specifiek, zeg maar, een beroemd object of zo. Oké. Ben ik een gebruiksvoorwerp? Nee. Oké, ben ik een instituut? Nee. Oké. Ben ik iets wat je buiten tegenkomt? Ja. Oh, ben ik iets wat je buiten tegenkomt? Dat kan. Het kan. Maar kan ook binnen. Het kan ook binnen. Ben ik een plant? Nee. Ben ik een interieurobject? Ja. Kom ik in Nederland voor? Nee. Ben ik een lamp? Nee. Ben ik iets wat uit de natuur komt? Nee. Een bankje? Nee. Kom ik wel voor in Europa? Nee. Ik dacht een palmboom, maar dat is nu de natuur gemaakt. Ben ik iets natuurlijks? Ja. Nu ga jij echt super snel en ik zit echt zo... Ben ik door mensen gemaakt? Ja. Oh, maar ben ik dan een plant? Oh. Yay! Oh nee, wacht. Nee, je bent wel een specifieke plant. Oh, je dacht dat je me al had. Ja. Ben ik een piñata? Een piñata? Ja, ik heb echt geen idee. Nee. Dat is echt het meest wilde gokken. Dat is het enige wat in me opkwam. Ik dacht echt zo nog vlak voordat jij het zou raden. Stel dat ik het goed heb. Maar ik ben dus wel een specifieke plant. Ben ik een cactus? Yes. Oh my god. Nou, succes ermee. Ja, ik heb tegen. Het is echt iets heel... Er is maar één van. Oh, oké. Ben ik een toeristische attractie? Ja. Ik kom niet voor in Europa. Nope. Kom ik voor in Azië? Nee. Kom ik voor in Amerika? Ja. Ben ik Statue of Liberty? Ja. Maar echt zo serieus, weer zonder die hint had ik echt zo van... Auw. Oh, het vrijheidsbeeld. Ik zei echt nog heel Amerikaans. Statue of Liberty. Statue of Liberty. Die tweede ronde ging iets vlotter dan de eerste. Ja. Ik was echt bang dat mijn haar echt zo zou zitten. Het was een best wel een moeilijk spel om te spelen. Maar dit is dus echt een super goede tip. Als je een verjaardag hebt of zo en je hebt een spelletje wat je nodig hebt. Dit kan je echt super leuk spelen. Party starter. Ja, sowieso. Ik heb in de club. Wie ben ik? Ja. Wel een beetje moeilijk met die harde muziek. Ja. Ben ik een... Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Dit was de video. We hebben ook een video gemaakt op Diana Deur kanaal. Die staat al online als jullie deze video zien. Ik zal een linkje in de beschrijving zetten, zodat je daarop kan klikken. Daar waren we ook erg slim en intelligent. Dit was wel echt een hersenkraker dag dit. Ja, ik voel me wel echt mentaal gestimuleerd nu, alsof ik echt de wereld aan kan. Ja. Laten we ons nog een poetje gaan schaken. Ik kan niet schaken. In ieder geval, heel erg bedankt voor het kijken. Heel veel hartjes. En ik zie jullie morgen weer. Doei doei. Doeg.